De schoolexamens zijn belangrijk omdat op basis daarvan wordt besloten of leerlingen slagen of niet. Om de examens op een veilige manier af te nemen, heeft het Almere College een aantal maatregelen genomen. Zo werden de leerlingen van tevoren per mail geïnformeerd over waar op school en hoe zij hun examens maken. Voor de school staan pionnen, zodat leerlingen voldoende afstand van elkaar houden. Ook zijn er maximaal 10 leerlingen in een lokaal om een examen te maken. Wanneer de leerlingen de klas binnenkomen, moeten zij ook hun handen ontsmetten. Daarvoor liggen hygiënische doeken op de tafels in de klassen. Verder zijn de tafels ontsmet en staan ze niet dicht bij elkaar. Voor de leerlingen is het even wennen. Nou, vooral de eerste keer dat ik op school kom, was het wel heel erg vreemd. Want dan zag je ook echt pionnen buiten staan, dat je 1,5 meter uit elkaar moest staan. Maar op zich vind ik het wel heel goed hoe de school het allemaal doet. En de mailtjes zijn allemaal heel erg duidelijk. Ook al worden er heel veel mailtjes gestuurd, maar ja, dat kan niet anders. Ja, het is natuurlijk anders dan normaal met alle maatregelen. Die 1,5 meter afstand, je mag niet meer dicht bij elkaar zitten bij een toets. Je zit met minder mensen en het schoonmaken van je handen ook. Dat is een stuk anders dan normaal. Ja, wel anders als normaal, maar goed. Je moet wel wennen en zo. Met het handen wassen en 1,5 meter afstand, maar dat lukt op zich wel. Volgens rector Suzanne Zandbergen liggen de toetsen allemaal klaar voor de leerlingen, zodat begeleiders niet tussen iedereen door moeten lopen. Volgens haar wordt alles begeleid door de BHV'ers. De rector vindt dat deze examens op school moeten plaatsvinden. Je zou kunnen bedenken om dat op afstand te doen. Maar daar is het nadeel van dat je ook niet goed kunt zien of er gefraudeerd wordt of niet. Dus wij hebben het heel strikt hier op school georganiseerd. Het voelt als een militaire organisatie. En de kinderen zijn eigenlijk heel erg blij dat ze toch op deze manier hun schoolexamens kunnen maken. En wij ook. In totaal doen 220 leerlingen mee aan de examens. Op 4 juni zijn de uitslagen bekend.